Voorzet van Haaien, die is goed en de kans en de goal voor Heerenveen. En dat is een hele mooie treffer van de thuisploeg. Anas Tahiri opent de score in de tweede minuut. Ik kreeg echt heel graag zo ballen. En toen ik zag Tommy naar de rechterkant lopen, ik dacht, ja, ik moet gewoon deze actie volgen. Omdat, ik weet niet, je voelt zo'n momenten. En ik voelde ook dat de bal ging naar het tweede paal komen. En ja, de rest was gewoon mooi om terug te zien. Van Ewijk nog een keer. En dan valt hij ook nog. Gaat hij er ook nog in. Niks winst, Cambuur. Ik zag dat Milan die bal kreeg. En ik weet wel van Milan dat hij... Dat hij niet kon schieten. Dat hij niet altijd op doel schiet. Dus dat zei ik ook wel tegen hem. Dus ja, ik was wel bewust alert op het feit van dat hij misschien nog een beetje zo half daar kon vallen. Als je de beelden kan zien wat ik af en toe op de training doe, dan zou je denken dat ik een spits ben. Nee, geloof. Nee, maar ik zag gewoon geen goal meer. Dus ik schoot gewoon blind eigenlijk, want er kwamen zoveel Cambuurspelers. En dan heb je inderdaad geluk dat hij precies bij hem valt. Dat het ook gewoon, ja, precies ook bij hem is. Dus dat is allemaal mooi van hem. Heerenveen en Cambuur sluiten allebei af met een punt. Maar hebben de mensen, de toeschouwers, een buitengewoon plezierige middag beleefd? We hebben denk ik 2 punten laten. Hier thuis. Maar het belangrijkste is dat we Cambuur niet met de 3 punten wanneer naar Leeuwarden kunnen gaan. Maar als je de wedstrijd kijkt en de kans dat we kregen, ik denk dat we de 3 punten konden nemen. Zeker op zo'n belangrijke wedstrijd is. Nou, dan denken we dit weekend natuurlijk van, we hebben 2 punten verloren, die play-offs raken uit zicht. En dan speelt Groningen in de avond gelijk en dan zit er nog maar een puntje tussen. Ja, precies. Dus in principe is het wel gewoon nog mogelijk om te halen. En we hebben nog een paar goede tegenstanders om gewoon te laten zien van wij kunnen dit halen. En ik heb ook gewoon alle vertrouwen in. Let's live. We praten met de boys vaak over dit, omdat we weten dat, dat het kan gewoon. Aannemen lukt niet en dan mag Congolo hier weg. Mag ook dit nog door. Notabene ook Van Ewijk mee. Daar is Van Ewijk, daar is Van Ewijk en daar is het 1-0. Wat een counter. Dat is een aardige counter. Counter uit het boekje eigenlijk. En ik denk dat ik die goal eigenlijk nooit meer zou vergeten. Man. Dus eerste goal bij Heerenveen. Mooi. Komende zondag dus Vitesse. De ploeg uit Arnhem speelt de laatste tijd wisselvallig, maar kende ook een hele goede periode. En is al veilig voor een plaatje bij de play-offs. Wat verwacht jij van deze wedstrijd? Vitesse staat al in de play-offs. Ik denk dat ze ook misschien deze wedstrijd iets rustig gaan nemen. En wij niet. We weten waar onze krachten liggen. We weten waar we kunnen Vitesse pijn doen. En ik ga het hier niet zeggen, maar we hebben wel een plan en we gaan 100% achter deze plan. De wedstrijd die moet gewoon gewonnen worden om echt voor play-offs te gaan. We weten als we deze potje nemen, vertrouwen is vol en dan kunnen we naar voren kijken en niet naar onder. In het verleden hebben we 29 keer eerder de uitwedstrijd gespeeld tegen Vitesse. 9 keer hebben we er verloren. 13 keer hebben we gelijk gespeeld en 7 keer wisten we er te winnen. Het doelsaldo is met 48-38 ook in het voordeel van de ploeg uit Arnhem. Voor de laatste overwinning gaan we al meer dan 10 jaar terug. Op 14 maart 2010 wisten de Friesen de overwinning te pakken met een 1-0 zege. Wanneer lukte er dus een actie van Roy Berends? Nu wel, misschien ja! Wat een goal zeg! Niets lukte vanmiddag bij Roy Berends, maar dit lukt met verve. 1-0 voor Heerenveen. Niet aangepakt. Natuurlijk schiet hij beter met rechts. Maar ja, als je zo met je linker uit kan halen, raakt hij hem vol op zijn vreef en kan Veldhuizen er alleen maar naar kijken. Een bijzondere wedstrijd werd het in het seizoen 2018-19. Toen het in de slotfase 3-1 voor de Arnhemmers bleek te worden, totdat de VAR in actie kwam. Er valt een fix aantal spelers. Er wordt niet voor gevlacht of voor gefloten, dus mag Vitesse hier eruit met Ødegaard. Ødegaard gaat Vitesse het definitief beslissen. Ja, dat gaat het doen via Martin Ødegaard. Maar er is een VAR. En die kan dat hele moment nog van die overtreding aan de andere kant tot deze treffer nog terugkijken. VAR bekeken, penalty. Ja, zo is het. Het
Lammers heeft daar maling aan en schiet hem onberispelijk binnen. En zo heeft Heerenveen vooralsnog, zeg ik maar, dat puntje waar het eigenlijk ook wel recht op heeft. Maar nu is het helemaal voorbij. En zal het hier nog lang onrustig blijven en er veel nagesproken worden over de slotfase.